Goedemorgen iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Blij jullie terug te zien. In deze vlog neem ik jullie mee in een boswandeling op zoek naar paddenstoelen. Maar niet zomaar paddenstoelen. Gloeiende paddenstoelen. Jawel, benieuwd? Blijf dan kijken. En we hebben geluk, denk ik. We hebben hier een pracht van een exemplaar van een vliegenzwam. En daarnaast staan een paar kleine, fijne varentjes. Ideaal om een gloeiende paddenstoel te fotograferen. Ik leg jullie uit wat ik nu ga doen. Ik toon jullie eerst de compositie. Dus jullie zien hier het mooie exemplaar van de vliegenzwam. Nog echt niks aan. En daarnaast heb je hier die twee kleine varentjes die daar staan. Dus vanuit deze lage hoek, ik heb de camera op de gorillapot gemonteerd, ik heb de 50 mm geïnstalleerd en ga ik dus focussen op de voorkant van de vliegenzwam. Dus om dat gloeiende effect te bekomen ga ik nu eerst een eerste foto nemen om eigenlijk de foto iets onder belichten. Dus eigenlijk de gewone foto maar onderbelicht te maken, zodanig dat de achtergrond wel scherp is, maar niet fel belicht, zodanig dat we ook geen afleiding hebben. En dan ga ik met 10 seconden timer mijn iPhone nemen, ik ga de belichting aanzetten en ik ga vanuit onderen onder de paddenstoel belichten, zodanig dat het net het effect heeft of iemand het lampje binnenin heeft gestoken. En je zal nu denken, ja maar wacht eens, dan ga je iPhone erop staan. Ja, maar dat geeft niet. Ik ga de foto's op elkaar leggen in Affinity Photo of in Photoshop, maakt niet uit. En ik ga gewoon de lichte delen of de belichte delen die ik wil gebruiken in de foto gaan blenden in feite op elkaar, zodanig dat ik eigenlijk een donkere omgeving heb en die ene paddenstoel die oplicht, als ook die twee kleine blaadjes. Ik toon het jullie hoe ik dit ga doen. Ik ga jullie neerzetten en ik ga de foto's trekken. Dus de eerste foto die ik nu ga trekken is er een beetje onderbelicht, 1/60 van een seconde. En ik ga misschien kijken of dat ik de aperture wat groter kan doen. Voilà. Het zijn manuele settings, dus ik kan doen wat ik wil. Ik ga hier een scherpte diepte, een aperture nemen van 2.8 op 320ste van een seconde. Dan heb ik 2 stops onderbelicht, ongeveer. Ja, 3 stops. Eerste foto voor scherp te stellen op de paddenstoel. 10 seconden voor alle veiligheid. Die had ik nu niet nodig, maar val net licht bovenop het hoedje. Zonlicht, dat kan wel iets geven. Voor alle veiligheid een tweede foto. En nu is de 10 seconden sluiter, 10 seconden timer wel heel belangrijk, want ik ga mijn lampje gebruiken. En ik ga zo de onderkant van het hoedje belichten. Dat is één kant. De andere kant. Ondertussen kijk ik op het scherm of dat het toch mooi belicht is. Hetzelfde voor de blaadjes. Blaadje nummer 1. En blaadje nummer 2. Ik heb alle tijd. Zoals jullie weten, een vele beginnersfout, maar ook slordig zijn en denken het staat er allemaal op.
We gaan kijken zonder de camera te proberen te bewegen. Maar we gaan kijken of dat de shots gelukt zijn of niet. Of dat ze scherp zijn, voldoende scherp. Dat ziet er goed uit. Het blaadje is belicht, maar is niet scherp door. Dat is ook goed. Dat lijkt ook goed. Dat is ook goed. Ik denk, ik ga nu nog hetzelfde doen. Maar deze keer ga ik mijn aperture dichtknijpen, dichter knijpen. Omdat ik zo dicht sta. En met de aperture van 2.8 zijn de blaadjes niet scherp. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga juist dezelfde reeks maken, maar dan met een aperture van 5.6. Dat moet wel lukken om dan scherp te zetten. Natuurlijk moet ik de sluitertijd wat verhogen. Dus ik zit hier aan een 60ste checken om scherp te stellen op het hoedje. En de eerste foto zonder belichting. 2,5 stops onderbelicht. En zo op naar de studio om deze foto's te gaan bewerken en kijken wat het resultaat is. Komen jullie mee? En na een stevige boswandeling zijn we nu in de studio aanbeland om de foto's te gaan bewerken. Op iPad, jullie weten het, mijn workflow bestaat hoofdzakelijk uit het editeren van foto's op de iPad. En ik ga daarvoor Affinity Photo gebruiken. Ik kan evengoed Photoshop gebruiken, maar Affinity Photo voor iPad is nu eenmaal krachtiger. Maar laat dat in ieder geval jullie niet afschrikken. En toegegeven, ik had liever andere soorten paddenstoelen ontdekt waar ik eigenlijk van bovenaf zou kunnen schijnen op het hoedje of door het hoedje liever schijnen dan de vliegenzwam die we nu hebben getrokken, waar ik het lampje noodzakelijkerwijze van onderen moest gebruiken. Maar goed, het is en blijft een gloeiende paddenstoel. En laten we nu direct in iPad kijken hoe we dat doen. Ik heb ondertussen de foto's ingeladen in Affinity, op elkaar gestekt, zoals dat heet, op elkaar gelegd met automatische alignering, zodanig dat er geen verschuivingen optreden. En je ziet hier de eerste foto die onderbelicht getrokken is, zonder enige vorm van belichting. En dan heb je de verschillende foto's met iedere keer een deel die belicht wordt. En dan zie je natuurlijk mijn hand in het beeld komen. Zoals ik in de vlog heb besproken rond lightpainting van het boeket, ik zet hier een linkje zodanig dat je daar straks even ook naar kan kijken. Maar er zijn verschillende manieren in Affinity Photo om nu die delen, die belichte delen, te laten oppoppen. Er is één simpele manier die ik daar ook gebruikte. Je selecteert alle foto's, je zet de blending mode op lighten. En alle lichte delen van elke foto zullen getoond worden. En nu gaan we dus laag per laag gaan moeten kijken van welk deel moet ik eruit wegvegen. Dus ik ga hier bijvoorbeeld mijn hand verbergen. Ik ga er een masker op leggen. Ik ga een brush nemen. Ik ga mijn brush op zwart zetten, zodanig dat ik die delen verberg. Wit gaat de delen tonen. En ik ga op mijn hand en op mijn gsm hier wegmoffelen, zodanig dat de foto die eronder ligt, de onderbelichte foto in feite, tevoorschijn komt. En op die manier ga ik laag per laag de zaken wegmoffelen die ik niet nodig heb. Maar dat gaat te saai worden voor jullie, dus. En zo, na enkele minuten, hebben we al de verschillende lagen mooi uitgelicht. Het waren er ook niet zoveel, dus dat was niet zo'n moeilijke klus om de delen te verbergen die we niet nodig hadden. Alleen ben ik nog niet helemaal 100% tevreden met deze foto. Hier onderaan zitten een aantal
afleidende blaadjes in dit geval. Ook aan de bovenkant heb ik wat afleiding. Maar laat ik dat even wegklonen snel in Affinity Photo. En eens dat de foto gedaan is, ga ik ze opladen in Lightroom om te bewaren en verder posten. Maar ook dat bespaar ik jullie. En voilà, we zijn al in Lightroom. Zoals jullie kunnen zien heb ik wat opkuiswerken gedaan. Heb ik aan de bovenkant wat zitten klonen, zodanig dat je geen afleidende takken of openingen krijgt. Ook de onderkant heb ik wat zitten klonen, zodanig dat je dat blaadje voornamelijk niet zag. En ik heb wat de cropping aangepast. Ben ik nu 100% tevreden van deze foto? Ja en nee. Het enige wat mij nog een beetje stoort en dat ik nu pas eigenlijk zie, ik kon het ook niet veranderen ter plaatse, maar dat de takjes, de twee varentjes, wegwijzen van de vliegenzwam. Misschien waren het beter geweest dat ze de andere richting uitdraaiden. En misschien probeer ik, en ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar soms heb je, als je de foto omdraait, of dat je dan een beter zicht krijgt. Laat het weten in het commentaarveld welke foto jullie het beste vonden. De foto zoals het was met de paddenstoel aan de linkerkant. Of vinden jullie de gloeiende paddenstoel aan de rechterkant het mooiste? Of vinden jullie geen van twee mooi en hadden jullie liever de gewone paddenstoel gezien met een normale belichting? Laat het weten hier onderaan in het commentaarveld wat jullie ervan vinden. En voor de rest, zoals altijd, duimpje omhoog. Dat helpt mij altijd in de statistieken van YouTube. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan je dat nog altijd doen. Hier rechts onderaan klikken op de abonneerknop, als ook op dat notificatiebelletje. Dan weet je wanneer ik een nieuwe vlog of tutorial heb gepost. En ik zou zeggen, ik laat jullie even met deze gloeiende paddenstoel en zie jullie graag terug op een volgende vlog. En ik zeg nu, bye for now!